In 1968 werd het plan goedgekeurd om een metronet te realiseren om alle wijken van Amsterdam met elkaar te verbinden. Gestart werd met de Oostlijn, Amsterdams eerste metrolijn. Niet alleen ontsloot deze lijn de nieuwe stadswijk de Bijlmermeer, ook had hij het kortste ondergrondse stuk van alle geplande lijnen. Relatief eenvoudig dus. Voor de bouw van de 3,5 kilometer lange metrotunnel werd een groot deel van de Nieuwmarktbuurt gesloopt. Men bouwde bovengronds, waarbij grote betonnen caissons als een soort schoenendozen werden afgezonken. De sloop van de sociale woningen in de Nieuwmarktbuurt leidde tot massale protesten van de bevolking in het voorjaar van 1975. Geen buizen, maar huizen! Geen buizen, maar huizen! Deze slagzin was tekenend voor de stemming. Vooral de ontruiming en vernietiging van dit blok betrekkelijk jonge huizen aan de Lastageweg ging met ernstige rellen gepaard. Het kwam daarbij tot verbitterde gevechten tussen politie en anti-metrogezinden. Inmiddels gebruiken duizenden mensen dagelijks de Oostlijn. Al bijna 40 jaar. En dat heeft zijn sporen nagelaten. De samenhang tussen architectuur, kunst, prullenbakken, banken en bewegwijzering is verdwenen. Het oorspronkelijke ontwerp is ver te zoeken. Ja, de stations zijn na 35 jaar toe aan grondige renovatie. Iets leeft, hè. 35 jaar lang worden er dingen toegevoegd. En de sociale veiligheid is minder geworden. Ook het comfort, dat kan nog wel iets omhoog. Mensen goed kunnen zitten op perrons waar dat mag. En dat mensen goed kunnen zien waar ze naartoe gaan. Dus dat je op de juiste plekken informatieborden hebt. Ja, in die zin is er de afgelopen jaren een achterstand ontstaan. Dus we willen nu in één keer gewoon de metro heel goed aanpakken. Dat de reiziger er weer veilig van kan genieten. Kunst is zeker hier op Nieuwmarkt echt een waardevolle blik naar de historie van deze buurt. We staan hier bijvoorbeeld bij de Slopersbal. Dat is een kunstwerk van Jan Sierhuis. Ja, dat is een herinnering aan de roerige jaren 70. Heel veel woningen zijn afgebroken. En dat heeft zijn sporen nagelaten in deze buurt. En daar blikt deze kunst op terug. Dus de kunst aan zich blijft behouden. En daaromheen gaan we wel de rest van de renovatie doen. Het is voor Amsterdam Zuidoost de enige snelle verbinding naar de stad. En straks met de komst van de Noord-Zuidlijn wordt het des te belangrijker. Omdat dan mensen ook hoogwaardig kunnen overstappen van de ene metrolijn op de andere metrolijn. Ik woon in Amsterdam en ik maak zelf ook gebruik van de metro. Dus in die zin is het voor mijzelf zeker belangrijk. Met de stationsrenovaties worden 16 stations langs de Oostlijn vernieuwd. Zo komt het oorspronkelijke ontwerp weer tot zijn recht. Ook voegen we moderne materialen toe en zorgen we voor een strak en eigentijds station waar reizigers zich prettig voelen. De stations van de Oostlijn passen zo beter bij de Noord-Zuidlijn en de nieuwe M5. Samen vormen ze het moderne metronetwerk van Amsterdam. De Oostlijn kenmerkt zich door de architectuurstijl brutalisme. Dat komt uit Frankrijk, dus beton bru, hè, dus het ruwe beton. Maar ook door de groots opgezette stations. In ons nieuwe ontwerp maken we dat juist weer meer zichtbaar. We maken het beton schoon, we ontdoen het van de verf, we verlichten het met een opgeknapte vloer en met een nieuw plafond. Dus zo laten we die elementen van de jaren 70 er nog duidelijker uitspringen. De sociale veiligheid is, die laat wat te wensen over. Ik bedoel, je kan hier 's avonds, als je hier doorheen loopt, ja, en geen grote mensenstromen lopen, dan kan je wel eens verrast worden door iemand die om de hoek staat. Dus we willen dat soort dingen voorkomen door de wanden recht te trekken, veel lichter te maken, de verlichting ook ruimtelijker te maken. Het is jammer dat de metro zo verrommeld is in de laatste jaren. Ik bedoel, het is logisch dat er aanpassingen zijn voor reclame, voor chippoortjes, de reizigersfaciliteiten. Er worden dingen weggehaald, er worden nieuwe dingen opgehangen. Het heeft allemaal niet echt een verband met elkaar. Grote reclames, kleine reclames. En wij zijn van plan om dat netjes in één wand te clusteren bij elkaar. Met meer licht en ruimte voelen reizigers zich op hun gemak. Het gaat om zien en gezien worden. Door indirecte verlichting en glazen liften. Reizigers hebben een veilig gevoel. Overdag en 's avonds. Na ruim 35 jaar moet er echt iets gebeuren. Een hele rigoureuze aanpak, wat gewoon eens in de zoveel jaar moet. Ja, daar zijn we nu echt aan toe. Maar om dat te komen,
ja, moeten we natuurlijk wel een aantal dingen doen die niet altijd leuk zijn voor reizigers. Dat betekent dat we gaan breken, we gaan boren en toch proberen we het station open te houden. Er zijn een paar stations met één ingang, daar is het wellicht wat moeilijker. Dan sluiten we hem een paar maanden af. En zullen mensen misschien toch met een bus naar het station ernaast moeten. En de mensen die echt dicht op een station wonen, die merken natuurlijk dat het een bouwplaats wordt. Dus dat betekent dat er wel wagens af en aan zullen rijden. En we zullen er natuurlijk zoveel mogelijk aan doen om de overlast beperkt te houden. En als er overlast is, dan informeren we de mensen natuurlijk op tijd. Ja, we zullen het ze allemaal vertellen. Hoewel de boodschap niet altijd leuk zal zijn. Maar duidelijkheid is dan natuurlijk echt heel belangrijk. Goed dat ze de stations verbeteren. Dat het nieuw wordt en dat, ja, vooral voor toeristen, mensen die van buiten komen, ook vanuit andere provincies, dat ze zien, hey, Amsterdam, metrostation wordt ook mooi, die van Amsterdam. Ja, voor mij zou dat wel vervelend zijn, want ik gebruik deze metrolijn best wel vaak. Zo bied het dan maar even, als het maar beter wordt, toch? Ik denk dat het belangrijkste is dat er niet op extreme uren veel lawaai wordt gemaakt. Ja, ik vind het zonde van het geld, weet je. Die stations doen het allemaal goed, zelfs als die poortjes die ze allemaal aanschaffen. Ik vind het gewoon onnodig. Het wordt heel ruim, dus een heel mooi, heel modern. Dus dat vind ik wel heel mooi. Kijk, de plannen liggen vast. Maar tijdens de verbouwing, misschien zeggen mensen, well, god, die ene toegang die is essentieel voor een school, doe het in schoolvakantie. Dat is voor ons hele belangrijke informatie. We gaan nu al, dat lijkt heel vroeg, kleine 2 jaar voordat we van start gaan. Maar dan kunnen we er ook nog iets mee. En uiteindelijk, ja, is ons doel natuurlijk dat die reizigers, nou ja, zich veilig voelen op een station, gebruik maken van de metro. En zeggen van, die overlast, het was eigenlijk maar heel kort en het is echt de moeite waard geweest. Want ik heb gewoon weer een heel mooi station. 16 stations langs de Oostlijn, die van elkaar verschillen, maar verbonden zijn door dezelfde materialen, kleuren en vormen. Wij nemen de reiziger mee, van station naar station, zodat reizigers er weer trots op kunnen zijn en zich er veilig voelen voor de komende 30 jaar.